Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Brasa Talk. Het eigenaardig praatprogramma op de televisie. Brasa TV brengt een programma waarin de gasten ook mij vragen mogen stellen. Een talk. Vandaag te gast Marcel van de Heuvel. Marcel, die heb ik ooit eens gezegd van als je Surinamers wil begrijpen, moet je naar Suriname gaan. En dat heeft hij eens een keer gedaan. Hoe is het je bevallen? Maar je zei het nog iets genuanceerder. Je zei, ja? Als je Zuidoost wil begrijpen, moet je naar Suriname gaan. Dat was het, ja. En vervolgens kwamen dan van, maar de Surinamers is natuurlijk ook wel weer een apart volk. Nou, ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Het was een buitengewoon interessante ervaring. Ja. Ik had nooit gedacht dat het zo'n leuk land was. Dus ja. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, maar begrijp je achteraf waarom ik dat zeg? Want... Ja, ik begrijp het zeker. Omdat je zulke... Ja, het is echt, het is één land, het is één volk. Maar daaronder schuilen allerlei verschillende culturen. En die uiten zich door de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe ze hun eten bereiden, hoe ze feesten. Kortom, van alles en nog wat schuilt daaronder. En toch is het één Suriname. En dat is aardig, want dat geeft ook aan dat de Bijlmermeer, wat vroeger Bijlmermeer noemde en nu Zuidoost is, dat daar dus nog weer andere groepen bij zitten, zoals de Ghanese. Datzelfde sfeertje, dat proef je in Zuidoost. En dat zie je dan eigenlijk terug in hoe Suriname in elkaar zit. Ja, dat is heel bijzonder. Je hebt een speciaal hart voor Zuidoost. Nou ja, ik Amsterdam Zuidoost. Ik ben lid van de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. En toen moesten we 4 jaar geleden de gebieden verdelen. Nou, ik ken jou. Ik weet hoe lekker je kunt eten in Zuidoost. Dus toen het Zuidoost aan de orde kwam, zei ik van, dat doe ik graag. En het aardige is, ik ga er nu vlakbij wonen. Dus ik woon nu in de binnenstad van Amsterdam. Maar ik verhuis naar richting Zuidoost. Net niet in Zuidoost, maar op de rand daarvan. Dus ik kom bij jullie. Ja, dus dichterbij daar waar het gebeurt. Dichterbij jullie, zeker. In de gemeenteraad, je noemde het al, daar maak je deel van uit. Mm-hmm. Binnenkort zijn er weer verkiezingen, om precies te zijn op 21 maart. Je staat op de 34ste plaats van de lijst voor D66. Dus verkiesbaar. Maar er moeten wel 1700 mensen op je stemmen. Dat betekent dat ze eigenlijk... bij de keuze die ze maken om op D66 te stemmen, naar nummer 34 moeten gaan om dat rood te kleuren. En nu weet ik dat ik dat graag doe, want ik weet welke rol jij met name gespeeld hebt voor iets wat heel belangrijk is. Dat wat wij nu doen bijvoorbeeld, lokale media. Er is niet eerder zoveel aandacht geweest, politiek ook, voor het fenomeen lokale radio. Heel bijzonder in Amsterdam, ook voor de emancipatie in de afgelopen jaren. En politiek wist je dat dus op een ordentelijke manier op de agenda te zetten. Waarom jouw bijzondere aandacht voor lokale media in Amsterdam? Nou, als ik eerst nog even mag uitleggen hoe dat nou komt dat ik op nummer 34 sta. Want ik ben 4 jaar zit ik in de gemeenteraad en ik heb nog in een deelraad gezeten in de jaren 80. En ik ben eigenlijk in de vorige periode als duo-raad zit erbij gekomen. We hebben een commissie en die commissie zegt dan van, nou, je moet ergens op de lijst staan. En ik zat een beetje te twijfelen, zal ik het doen, zal ik het niet doen? En uiteindelijk zei de commissie van, nou, dan zetten we jou op nummer 44. Maar gelukkig heeft de partij gezegd, nou, dat vinden we geen goed idee. Dus ik ben 10 plaatsen opgeschoven. Ja, want als jij dus op zo'n lijstje komt, dan is dat nog een lijst waar de leden van de partij naar kijken. Hè? De leden kijken van, wat vinden we nou? Normaal kun je 3, 4, 5 plaatsen springen. En ja, ik ben 10 plaatsen gesprongen, dus ik sta nu op 34. Dat is nog steeds onverkiesbaar, hè, want D66 heeft nu 14 zetels. Ja. En dat zullen er waarschijnlijk 10 of 12 worden bij de komende verkiezingen. Maar ja, goed, als je nummer 34 staat, kunnen mensen ook nog gewoon op lijst 1, vakje 34, rood kleuren. En dan stemmen ze op mij. En als daar 1700 mensen, want de wet is veranderd, als 1700 mensen dat doen, zit ik toch weer in de gemeenteraad. Ja, Marcel van de Heuvel, ik noemde het al, lokale media, kunst, cultuur. Je hebt er iets mee, iets bijzonders. Ja, ik vind, kijk, de radio en tv is bijzonder. Je kunt daarmee communiceren. Nou, je weet hoe belangrijk radio in Zuidoost is. Maar radio, ik heb jaren voor de Wereldbank gewerkt. En als je dan een bericht naar buiten wil brengen naar mensen, dan moet je dat via de radio doen. Dat doe je in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië. Daar is radio eigenlijk nog veel belangrijker dan tv. Al is de tv met een inhaalslag bezig. Maar radio is overal in de ether bereikbaar. En dat heb je heel goedkoop in een klein toestelletje. Dus als je dan ziet dat in zo'n stadsdeel als Zuidoost, waar jullie heel veel radiozenders hebben, dan zie je het belang van lokale radio. En dit is natuurlijk een fenomeen dat we hier hebben bij Salto. Je kunt hier voor heel weinig geld, een paar tientjes, studio huren en vervolgens je eigen tv-programma maken. Nou, ik vind dat we veel kritischer moeten kijken naar wat wordt er nou bij Salto gemaakt. Want daar is rommel op tv.
Maar er zijn ook goede programma's. Ik noem maar even Brasa TV als voorbeeld. Je zou dus kunnen zeggen, ik pak de pareltjes uit Salto en die vertoon ik op wat we nu AT5 noemen. AT5 is een programma wat herhaald wordt. Dat kost een hoop geld om te maken, maar je zou kunnen zeggen van ik lardeer dat met die pareltjes uit Salto. Ja. Daar zou ik een groot voorstander van zijn. En verder vind ik dat AT5 eigenlijk gewoon een regionale omroep moet zijn. Want Amsterdam houdt niet op in Buitenveldert. Er zitten 9 gemeentes aan Amsterdam vastgegroeid. Absoluut. Die mensen voelen zich allemaal Amsterdammer. Dat is bij elkaar bijna 1,5 miljoen mensen. Dat is heel veel meer dan die 880.000 die we in de gemeentegrens hebben wonen. En daar zijn we ook voor bezig. Onze jongeren die goedkoper willen wonen, die kijken niet alleen naar Zuidoost, maar ook naar Diemen en naar Amstelveen en naar Zaanstad. Weesp. Nou, en zo zie je maar dat. En die voelen zich ook Amsterdammer. Ja. Dus ik vind dat wij eigenlijk veel nadrukkelijker met onze randgemeentes moeten gaan praten, in overleg treden. Dat doen we nu in Metropool Amsterdam verband of in de vervoersregio. Maar het is natuurlijk veel beter om dat nog nadrukkelijker te doen. En dat bewerkstelligt ook de doorbloeding. Iets wat natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Talent dat zich bijvoorbeeld kan manifesteren op zo'n platform als Salto. Zoals je dat noemde, de pareltjes. Die dan inderdaad zich op een ander platform zouden kunnen presenteren. Waardoor veel meer mensen in de regio van die pareltjes gebruik kunnen maken. Hoe kansrijk is dat? Want kijk, nu, je zei het al, je staat op een onverkiesbare plaats. Hoewel, ik vind, van ze gooien op een lijst, dan ben je verkiesbaar. Het is maar dat genoeg mensen op nummer 34 van D66 op Mars en van de Heuvel gaan stemmen. Maar met jou hebben we natuurlijk wel iemand gewoon in deze stad die kijkt naar die ontwikkeling die van belang is en die veel mensen belangrijk vinden dat wat lokale media met zich meebrengt. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk meer dingen. Hè. Lokale media is dan toevallig iets waar ik me erg in interesseer, hè, maar ook kunst en cultuur. Aan de andere kant vind ik ook dat je betaalbaar moet kunnen wonen. De reden waarom ik zeg van kijk verder dan alleen maar de gemeente Amsterdam waar het heel duur wordt om te wonen. Kijk ook daar naar buiten. Dus bouw niet alleen binnen in de stad, want die woningen worden vanzelf weer duur. Maar kijk ook verder weg en zorg ervoor dat mensen op een makkelijke manier die interactie met de stad kunnen hebben en houden. En daardoor kun je zorgen dat je betaalbaar kunt blijven wonen. Neem de klusflat bij jullie in Zuidoosten. Wereldsucces. Ja. Wereldsucces. Nou, dat zouden we natuurlijk veel meer moeten doen. Ja. Dat soort projecten. Dan kun je mensen die aan het begin van hun wooncarrière staan op een makkelijke manier erbij betrekken, bezit laten genereren. Die kunnen iets moois maken en dat kunnen ze weer doorgeven. Ja. Dat is een proces wat zich ontwikkelt. Dat kun je doen met oude kantoren. Neem dat Westland Utrecht gebouw waarbij het AMC staat. Daar groeien de struiken een beetje uit het dak. Ik weet niet of er nu nog al wat mee gebeurt. Dat zijn nou die dingen die ik het cultureel erfgoed zou willen noemen. En dingen die mensen trots maakt op hun omgeving. Ja. Amsterdam Zuidoost is een jong deel van de stad. Er zijn niet zoveel monumentale panden en andere zaken waar je naar terug kunt wijzen. Nou, het Zandkasteel is toch een heel aardig monument. Hè? Een begin, maar ik had daar bijvoorbeeld liever een museum gewild. We hebben andere gebieden, zoals het gebied Bijlmer Museum. Dat nu officieel wordt bestudeerd als een plek waar in elk geval de architectuur zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Dat betekent onder andere dat garage als campering misschien wel de kans krijgt om een totaal nieuw leven te gaan leiden, net zoals Kleiburger. Ja. Nou ja, kijk, als het aan de gemeenteraad van Amsterdam zou liggen, dan is dat niet het grootste probleem. Alleen, wij zijn niet de eigenaar daarvan. Het zijn de corporaties die de eigenaar zijn. En dan kan de gemeente hooguit zeggen van dit zouden we willen. Maar je kunt natuurlijk als gemeente wel een aantal andere dingen doen. Het feit dat we dus nu een overkluizing hebben van de A9, als ik het goed zeg. Ja. Dat betekent een nieuw park. Ja. Een fantastisch park wat je daar krijgt voor Zuidoost. Om die verbinding naar Vensterpolder te maken, Gasperdam. Dat is natuurlijk iets wat uniek is. En dat kan de gemeente wel doen. Hè. We hebben nu geïnvesteerd in het Nondela Park, het oude Bijlmer Park. Maar we hebben ook van het Bijlmer Theater hebben we een cultuurhuis gemaakt. Dus we hebben 4 cultuurhuizen onder het nieuwe kunstenplan. En dat betekent dat we veel meer dingen zouden kunnen doen. En als het aan mij ligt, zou ik dat ook willen. Ja, ik hoorde je zeggen dat er was ooit eens in het Bijlmer Park, toen het Mandela Park nog zo heette, op de kop een monumentje van Kwaku. Jij zegt ja, we moeten ons sterk maken om dat daar weer te krijgen. Want er is toch een verband tussen Kwaku en dat park, hè? Ja, natuurlijk. Daar ligt de oorsprong. Ik kan me nog herinneren dat ik met Jonathan op reis was, op een missie naar Oezbekistan. En toen hadden we het er al over. En die zat toen in het bestuur van Kwaku. Kijk, Kwaku is
is natuurlijk een prachtig voorbeeld van die melting pot die Zuidoost is. En eigenlijk daarmee synoniem aan wat Amsterdam is. Ja, dat moet je in de ere houden. Die festivals die moeten daar blijven. En we moeten zorgen dat... we hebben nu een motie aangenomen in de gemeenteraad. Wij hebben er niet voor gestemd. Dat je maar een korte periode een park mag gebruiken en dan niet nog een keer. Nou, dat is heel vervelend, want het park moet zich herstellen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je ziet waar Kwaku plaatsvindt in het park, dan zijn dat niet de gebieden waar het park nou enorm leidt. Dat zijn de grasvelden. Dus moet je dat maar op een bepaalde manier tot je nemen. Ik vind in ieder geval dat het belangrijk is dat Kwaku behouden blijft voor Amsterdam. Met name voor Zuidoost. En als dat betekent dat we daar een monumentje van moeten maken of iets wat herinnert aan dat fantastische initiatief wat heel klein begonnen is en wat nu een uitstraling heeft tot in Suriname. Laten we eerlijk zijn. Hè? Absoluut. Daar moeten we voor zorgen. Groot hart voor Amsterdam Zuidoost. Marcia van de Heuvel, D66. Je hebt nogal wat maatschappelijke bezigheden. Je bent honorair consul van Estland ook nog. Je hebt ten tijde van de Bijlmerramp je nogal ingezet om daar toch ook bijdrage aan te leveren. Dat leed dat er geleden is toch enigszins gereduceerd werd. Ja. Nou, laten we duidelijk zijn. Dat leed, daar kun je eigenlijk helemaal niks aan doen. Je kunt alleen maar je best doen om te zorgen dat de situatie zo gunstig mogelijk uitpakt. En ik werkte in die tijd in Brussel bij de Europese instellingen. En Maartje van Putten was toen Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En zij kwam bij ons op kantoor langs, want wij werkten voor de gemeente Amsterdam. En toen zei ik van nou, dan moeten we wat gaan doen. Dus toen hebben we het initiatief genomen bij de Europese Commissie langs te gaan om tegen de Europese Commissie te zeggen, we moeten nu een daad stellen. Het is belangrijk dat Europa laat zien dat ze meeleeft met de mensen in Zuidoost. Die Bijlmerramp had in het begin heel veel slachtoffers. Gelukkig zijn dat er aanzienlijk minder geworden, maar het doet niet af of je nou honderden slachtoffers hebt of tientallen. Ieder leven is er één te veel. En toen hebben we geregeld dat er 5 miljoen euro, dat heette toen nog EQ, beschikbaar gesteld werd via het Rode Kruis voor de slachtoffers. En dat is de eerste keer dat Europa gezamenlijk opgetreden heeft om bij te dragen en het leed wat te verzachten voor de slachtoffers van die ramp. Marcel, hoe ziet jouw Amsterdam eruit na 21 maart? Ik ga ervan uit dat je voldoende voorkeurstemmen krijgt als man die staat op nummer 34 van de D66-lijst. Om die reuring, die verbinding, die lokale omroep, maar ook de cultuur met zich meebrengt, kan helpen bewerkstelligen. Hoe ziet jouw Amsterdam eruit? Nou, het aardige van Brasso TV is dat het interactief is. Hè? Dus ik kan nu al zeggen, jij lijkt mij de ideale campagneleider voor de campagne. zo ziet u maar weer. Ja, ik denk dat ik spreek vanuit het hart. Ja. Want we hebben het toch wel over een hart. We hebben het over de verbinding. En ik denk niet dat ik daar een geheim over hoef te maken. Ik vind het heel erg belangrijk, omdat ik weet dat de lokale omroep een belangrijke rol gespeeld heeft in de emancipatie van Amsterdam. Dat Amsterdam er zo uitziet en anders was bijvoorbeeld 40 jaar geleden, maar in de toekomst ook een ontwikkeling zal doormaken, dat het iets is wat ondenkbaar is zonder dat wat wij in Amsterdam voor elkaar hebben gekregen als pioniers van auditieve social media, de lokale omroep zoals die zich nu nog steeds gelukkig manifesteert. Dus in dat opzicht hoef ik niet onder stoelen en banken te steken. Ik ben jou daar ook heel erg dankbaar voor. Ja. Nou goed, dan in antwoord op jouw vraag. Hè. Als je dan kijkt naar de lokale media. Ik heb vorige week nog in de gemeenteraad gepleit om te zorgen dat we toch echt een radiostation hebben wat Amsterdam kan bedienen. Dat hebben we nu niet. We hadden vroeger Radio Stad. Dat was een fantastisch station. Wat je er ook over vindt, maar dat was een fantastisch station. Dat is opgegaan in Radio Noord-Holland. Radio Noord-Holland had eerst 4 edities, toen 2 edities en nu nog maar 1 editie. En als ik nu met mijn autootje op de ring vaststa, dan hoor ik over de filevorming in Alkmaar. En daar ben ik toch niet echt in geïnteresseerd. Want met die 1,5 miljoen mensen in die regio Amsterdam wil ik Amsterdam nieuws horen op de radio wanneer ik in de file sta. Dus ik vind dat in de ether duidelijk moet zijn dat Amsterdam een radiostation heeft voor het hele stedelijk gebied. En dat is iets wat van belang is. Nou, van de week hebben we het daarover gehad. De wethouder heeft me nog niet het juiste antwoord gegeven. Als dat niet komt, dan zal ik een actualiteit aanvragen voor de komende gemeenteraad. En kijken of we per motie dat niet kunnen afdwingen. Nou, dat is iets wat staat te gebeuren. Kan zijn dat de wethouder zegt, nee, ik ga dat alsnog opnemen in een eis. Want we hebben nu
10 jaar lang afgesproken hoe we de lokale media ondersteunen in Amsterdam. Daar zijn nu de eerste periode van 5 jaar voorbij. Dus die brief, die beleidswijziging, als je daar al over kunt spreken, heeft te maken met de voorwaarden voor de komende 5 jaar. Nou, ik vind meer Salto een duidelijke omroep voor de regio Amsterdam, zowel op radio als op tv. Houd Amsterdam Zuidoost verbonden met de rest van de stad. Marcel van de Heuvel, op het moment gemeenteraadslid in Amsterdam. Voor de komende verkiezingen staat hij voor D66 op de 34ste plek. De plek die je kunt aankleuren als jij kiest voor Marcel van de Heuvel. Dit was Brasa Talk, het eigenaardig praatprogramma op de televisie, waarin de gast ook de host mag interviewen. Tot de volgende keer.